dingen. Zo van, oh jee, nou ben ik alleen, of nou zijn we met z'n tweeën en wat nou? Maar eigenlijk zou je op zo'n moment dichter bij die microfoon moeten kruipen, juist om te zorgen dat je jezelf beter hoort. Maar jullie reactie is natuurlijk van, oh jee, woep, weg van die microfoon. Zachtjes. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want ik vind het hartstikke goed klinken. Daardoor juist helemaal geen mooie stemmen overhouden. Ja. Dus, het is wel zo dat, er zit altijd een verschil onderling, de ene deur is wel wat meer dan de andere. Dat ga je in de studio echt horen. Nu kom je ermee weg, omdat de muziek best hard staat en wij horen...
last, maar dan wel met andere dromen erbij. Dus je krijgt nog een paar kansen om echt voor anderen. Als je in de studio te veel last van zenuwen hebt en je moet een stukje alleen doen, wees niet bang om gewoon iemand te vragen om toch met je mee te zingen. Want je hebt maar 2,5 uur, het moet af. Denk je echt van, nou, dit ga ik niet trekken. Vraag gewoon iemand om mee te zingen. Vaak is dat genoeg reden om te weten dat je zenuwen wat meer in bedwang kunt houden, omdat je weet dat je iemand anders mag vragen. En dan heb je al zoiets van, nou, ik kan altijd nog een ander vragen en dan zijn je zenuwen al juist wat gezakt. Dus dan kun je het misschien toch alleen. Kun je het niet alleen, vraag gewoon iemand om mee te zingen. Dat is helemaal niet erg, want het is allemaal onze eerste keer, dus... Toch? Nou, dat vonden jullie het wel. Ja. Mooi. Mooi nummer ook. Ja. Jaloers. Allemaal gewoon goed, ze wandelen. Ja, zo zag het eruit. Ja, nou, maar daar zeg je wat. Ik vond ook inderdaad wel dat de houding heel positief was. Zo, kom maar op. Wij zijn het. Swingen. En dan zou ik het een beetje swingen. Leuk. We are the people of today. We know what we want and what to say. I am what I am, whatever you do, you realize after a while. Yes, everyone has his own style. Everyone has his own. Was je het al? Of? Ja. Ja, oh, oké. Okay. Dus niet alleen door dit koken. Oké, nee. Wie heeft dit zeggen? Ja, dat is zeker het is. Nee, volgens mij was het wel meer enthousiast dan andere. Ja, ik vond het. Ja, het hebben ze toch veel plezier in alle. Ja. Oh, het vind ik echt goed. Ja. It's a mystery, woman, a woman of today. Her lips are ruby red and her clothes are color black. Some people think she is very bad. Negative opinions, she doesn't like. She's into new sensation, new gigs and candlelight. It's her sensation every day and night. She's into superstition, black cats, voodoo dolls. Nobody knows what's her mission. She can see in her crystal. Negative opinions,
But one she will know that all negative opinions will go. And a new life appears until the time it's the people she fears. Moeten letten, jullie zijn denk ik het liedje met de meest lange noten erin. Ja. Dus jullie moeten goed ademhalen voordat je de zin in gaat, want anders dan op het eind dan wordt hij. Ja. Dus dat is een stukje concentratie qua ademhaling extra voor jullie als opdracht. En dan komt het tot effect op, dat weet ik zeker. Ja. Mooi, oké. Ja, serieus. Ik wil sowieso even dat jullie echt allemaal elkaar even nog een gigantisch applaus geven, want ik vond het helemaal gek. Ja. Hartstikke leuk. Ja, ik denk dat er heel weinig aan toe te voegen valt. Ik denk dat jullie gewoon vol plezier en vol goede moed naar de studio moeten gaan. En allemaal maar zo moeten denken van luister jongens, we doen wat we kunnen doen en we vinden het leuk. En dan komt het denk ik allemaal... Wel in orde.